Ik ben Annelies Oomt en ik geef les in de opleiding HBO 5 verpleegkunde. Mijn taak hier is vooral het geven van theorielessen en ik ben ook begeleider van de buitenlandse stage. De opleiding verpleegkunde is een 3 jaar durende opleiding met bij ons een sterke focus op studentenbegeleiding en op studiecoaching op maat van al onze studenten. In onze opleiding leren wij de studenten vooral hoe dat ze moeten zorgen voor mensen. Dat gaat dan over hygiënische zorgen, maar ook mentale zorgen. Hierbij geven we ook nog een heel groot pakket aan theorie, waarbij dat de studenten eigenlijk een sterke start kunnen nemen in het werkveld. Bij ons kan iedereen terecht die zijn 6e of 7e jaar secundair gedaan heeft, maar ook wanneer je je 6e jaar nog niet afgerond hebt, kan je bij ons terecht. We kijken dan vooral naar de studierichtingen gezondheids- en welzijnswetenschappen, bejaardenzorg en kinderzorg, voeding en verzorging. Maar uiteindelijk kan iedereen bij ons terecht vanaf de leeftijd van 18 jaar, ook al heb je nog geen vooropleiding van de zorgsector gedaan. Ik ben Wim, ik ben verpleegkundige van opleiding. En ik heb binnen de school zowel theoretische vakken als praktische vakken als stagebegeleiding. De opleiding verpleegkunde duurt 3 jaar. In het laatste jaar krijgen jullie de mogelijkheid om deel te nemen aan een leerzorgtraject of een buitenlandse stage in Gambia. Nadien studeren jullie ook af als volwaardig verpleegkundige en kunnen jullie aan de slag in zowel een woonzorgcentrum, in de thuiszorg of in verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis. Het plezante en unieke aan deze school vind ik dat er een grote variatie is tussen de lessen die we kunnen geven, het zij zowel theorie met de studenten als nadien ook werkelijk de praktijk oefenen met de studenten. De kleine klasgroepen die het mogelijk maken dat we heel kort bij onze studenten staan en eigenlijk onze studenten dagelijks individueel kunnen begeleiden.